We gaan het zien. Kom op, ik ga niet naar die pakketwaarschijnlijkheid kijken, want dat deed ik laatst. Dan word ik helemaal gedemotiveerd. Kom op. Het zijn borden. Oh, wat een leuke kerstsfeer. Wat is dit? Een walkout. Wat is dit? Gelijk iets goeds. Nee, joh. Wil jij net zoals ik ook FIFA 20 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan snel naar de link in de omschrijving en koop jouw codes bij StartSelect. En vul mijn naam in als kortingscode voor een paar procent extra korting op jouw aankoop. Yes, dames en heren, het is weer zover. Ik heb me toch weer laten opjutten, jongens. Ik ga het toch weer doen. Ik ga 800k packs openen en nog twee kleine packs. In ieder geval, ik ga weer ongeveer 130 euro uitgeven aan FIFA. Het is weer zaterdag. Ik dacht, ik heb net lekker gesport. Ik zit goed in mijn vel. Ik dacht, daar gaan we iets goeds packen. Het kan toch niet zijn naar die 6 waardeloze ultimate packs van de vorige keer. Het is Nederlands. Het is een CVM. Het is... Met zelfs blind op een gegeven moment als speler. Nou. Dan denk je nu toch van, gaan we vandaag gewoon weer wat geld uitgeven. We gaan gewoon die decembermaand. Ja, is het toch al een dure maand. Dus ja, die 130 euro aan FIFA points, die geven ook gewoon nog lekker uit. Ik kon het namelijk niet laten, want ik pakte dus mijn controller vanochtend erbij. En ik zag in één keer nieuwe kaartjes. Ja, we gaan het misschien in beeld zien, of niet? Gaat EA het ons gunnen om het in beeld te brengen? Nee, niet eens. Pak het even hier erbij. Ik zag dit voorbij komen. Waar zijn ze? Oh, hier. Ik zag dat deze spelers dus allemaal upgrade hebben gehad. En allemaal in de pakketten zitten. Dus ja, toen ging ik ook nog naar de winkel. Ja, dat gebeurt dan ook allemaal, weet je. Dan ga je dus naar die winkel en dan zie je dat er 800k pakketten zijn. Die kosten maar liefst ongeveer 20 euro per stuk. Ik moet het dan halen. Ik heb weer EA Access aangeschaft, want ik dacht van ja, ik geef toch zoveel geld uit. Ik ga het gewoon kopen, jongens. Dus je ziet het in de achtergrond nu. Ik ga het lekker kopen. Ik doe het nu ter plekke. Er is geen weg terug, jongens. Kijk, bestellen en betalen. Je krijgt dus korting als je EA Access hebt. Dat was heel chill. Ik heb toch weer een tientje. Kijk, we hebben 12.000 punten en dan kopen we ook nog deze. Kijk, we hebben het toch weer gedaan. Ja, het is misschien soms zonde, maar ja. We hebben in ieder geval 800k pakketten gaan we openen en hebben we nog 700 muntjes over voor een mega pakket. Ja, dan moet ik nog even 100 muntjes erbij doen. Maar goed, dat gaat allemaal goed komen. Belangrijk, mensen, is dat jullie echt even allemaal abonneren. We gaan echt bizar goed deze maand. We zitten nu al in de eerste twee weken op bijna 3.000-4.000 abonnees. Dus ga zo door. Druk even allemaal dat abonneerknopje in. En duimpje omhoog. Minimaal 2.000 likes wordt gewaardeerd op mijn video. Jongens, ik pak even mijn Chocomelletje bij. Ik word niet gesponsord door Chocomel. Zeker niet. Dus ben jij iemand die bij Chocomel werkt? En zoeken jullie nog een sponsor? Ik hou echt van koude Chocomel of warm Chocomel in de winter. Dus proost. Is niks lekkers dan een chocomelletje, ik weet niet. Maar goed, dames en heren. We gaan dus 800k pakketten openen. Ja, waarschijnlijk word ik weer genaaid. Waarschijnlijk zit ik hier straks weer dat ik denk van... Wat heb ik gedaan op deze zaterdagmiddag? Maar goed. Niet geschoten is altijd mis, zei een wijze man op een dag. Laten we gewoon naar het eerste 100k pakketje gaan. Ja, we gaan het gewoon zien. We kunnen in ieder geval hele lijpe spelers packen, dus... We gaan het zien. Kom op, ik ga niet naar die pakketwaarschijnlijkheid kijken, want dat deed ik laatst. Dan word ik helemaal gedemotiveerd. Kom op. Het zijn borden. Oh, wat een leuke kerstsfeer. Wat is dit? Een walkout. Wat is dit? Gelijk iets goeds. Nee, joh. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Dit is wel ziek. Het is wel gelijk een speler. Het is wel een gelijk begin. Maar ik dacht Frans. Oh, ik dacht Mbappé natuurlijk. Of Kanté. Wie zijn het allemaal? Dit is wel vet. Dit is wel heel vet. Wow, en ook nog Gimenez. What the fuck? Oké, dit is niet een heel slecht pakketje. Voor wat gaat die Laporte weg dan? Dat wil ik dan wel eens even zien. Waarschijnlijk niet heel veel. Nou, oké. 65k ben ik heel erg tevreden over. We gaan hun lekker allemaal naar het lijstje sturen. Dit schermpje is beter. Kijk, ook nog Schöne erbij, jongens. Dank je, Lasse. Oh, wat, ik kreeg gelijk een hartaanval, joh. Ik dacht gelijk, wow, dit is ziek. Oké, nou, een goed begin. Is het half werk, jongens. Laten we alsjeblieft nog succes hebben ook in die andere pakketten. Kom op. Het was een lekker begin. Dat was echt een goed begin. Het zijn weer borden. De kerstlampjes staan aan. Zo, wat een flits. Maar dit zijn alleen borden, helaas. Spaans. Het is een CVM. Het is de broer van... Oh, fuck, zit hij in pakketten, joh. Oké, dit is natuurlijk een niet bijzonder pakketje. Wel nog iets dubbel. Ja, dit is allemaal discard waardig. Ze hebben er twee geopend. Het eerste pakket was zoals een leuk pakketje. Oh, wat was het vet geweest als we daar gelijk iets hadden. Maar we gaan het derde pakketje openen, jongens. Kom op. Laat het iets ziek zijn. De kerstlampjes staan aan. Het zijn... Oh, het is weer een walkout. Weer een nominee. Maar nee. Oh, wie de fuck is dit? Oh, Nana. Maar nee, oh, dit is geen...
Oh mijn god. Sorry, ik was even van mijn padje. Ik dacht dat dit Cameroen was. Of wat is het? De Ghana natuurlijk. Of, ik weet niet, ik weet het ook niet meer. Goed, tweede genomineerde voor Team of the Year Pekka, dus Onana. Dit is dus Cameroen en dat andere is natuurlijk Senegal. Ja, sorry, zodra die flitsen en die borden komen en die handdoeken, ben ik helemaal van het padje. Maar ja, dit is niet heel slecht. We kunnen denk ik het redelijk allemaal weer wegflikkeren, maar ik ben niet ontevreden, jongens. We kregen gewoon in het derde pakketje weer een genomineerde, dus dat is best leuk. Vierde pakketje, dan zijn we hierna op de helft. Wel vet als die blauwe borden komen. Oh, dan krijg je toch zeg maar altijd een lichte steek in je borstkast. Kom op. Zijn dit een... Oh, het is weer een walkout. Wat is dit nou weer? Ah, niet die handdoek. Dus één handdoek Isco. Is het weer Isco? Het is weer die vieze Isco. Vorige keer pakten we hem ook twee keer. Die vette, dikke, nare Isco. Vorige keer precies hetzelfde. Pakten we hem twee keer zelfs. Nou, Oscartje nog. En weer die Schöne. Die vette Schöne ook. Ja, helaas. We zijn op de helft van de packs. Ja, en nog een mega pakketje natuurlijk. Maar ja, we zijn in ieder geval hiervan op de helft, jongens. Tot nu toe, mag niet klagen. 3 walkouts, 2 keer genomineerde Team of the Year. Kom op, die kerstlampjes, ze staan lekker te branden. Ah, dit zijn alleen borden, dat is jammer. Een Duitse, Gnabry. Ja, dat is Gnabry, jongens. Die hadden we net ook al in een pack. Packs zien er wel vet uit, dat moet ik heel eerlijk toegeven. Kijk, en ook nog, kom man, een lekker... duootje voor aan de buying kant. Op het moment dat je gaat packen, ziet het er wel gewoon vet uit. Dat is gewoon leuk om te zien. Hè? Die flitsen, die borden, je weet niet waar je nu moet kijken, maar... Ja, jongens, kom op. Nog 3 pakketten. 1 genomineerde Team of the Year zou vet zijn. En dan een goede. Onana gehad, Laporte gehad, en Gimenez. We hebben er trouwens al 3 gehad. Maar kom op. Nog eentje die echt wat waard is. Ah, dit zijn weer borden alleen. Het is Jesus. Niet eens. Het is Alan. Ook niet. Het is Arthur. Arthur, wat doe je ons aan, jongen? Oké, kom op. Kom op. Nog 2 pakketten. Kom op. We kunnen het. We moeten erin geloven. Nog in ieder geval 1 walkout. Liefst een genomineerd. Team of the Year. Het is een walkout. Kom op. Alsjeblieft, geen Spanje. Nee, 7M. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik word zo hard gestuurd hier. Heel eerlijk. Als jij... Spanje, wat ik zeg. Brazilië, links buiten. Maar is Neymar zeker een LM of kun je niet? Oh, ik word wel ziek gestuurd hier. Maar de pakketten vallen mee. Ik ben tevreden, jongens. Tenminste, ja, het is geen klapper, maar niet heel, heel erg klagen. Tenminste, dat idee heb ik. Weer die vette Schöne, hè? Weer die vieze Schöne. Oké, jongens, het laatste 100k pakket. Ja, 3 Team of the Year's genomineerden hebben we dus gehad. Het is tot nu toe niet een hele slechte dag geweest. Maar ja, het is zo lekker als je nog even 1 klapper kan maken. Nu net ook ziek gestuurd. Ik dacht echt dat Neymar zou zijn, maar... Komt dit laatste pakket, jongens. Gaan we het dan doen? Ze zijn ingedrukt, kom op. Iets lekkers op het einde. Zou het toch mooi zijn. Nee, het zijn alleen borden. Ja, het kan niet altijd meezitten. Het is weer Onana. Nee, het is nu in dit geval wel zijn broer. Het is... Dit is eigenlijk een 100k pakket zoals ik hem normaal verwacht. Ja, niet echt iets heel bijzonders. Ja, jammer dat we zo die laatste 100k moeten eindigen. Maar goed. We hebben nog 1 mega pakket die we kunnen openen. Dat gaan we ook zeker nog even doen, jongens. Dat gaan we zeker even in orde maken. Komt die... Hier, daar zijn ze. Nog 1 megapakket, 700 coins. Ja, hier ga ik helemaal niks uit verwachten. Dus ja, we gaan ook die dier niet spannend maken. Kijk maar, het zijn niet eens borden. Komt die... Bye bye. Oh, dat is zo verslaafd. Ik heb nu gewoon zin om nog steeds lekker die spelers te gaan packen. Ja, dat we Laporte en Gimenez 2 genomineerd in 1 keer kregen. Wat is die Gimenez eigenlijk waard? Ik denk niks, maar ja, wie weet. Even kijken. Nou, dat is denk ik niet veel waard. Oké, 3 genomineerden. Laporte, Gimenez en Onana. Ja, het begin was zo vet. Oh, mina, als je hier iets ziek kan... We zijn wel 2 keer ziek gestuurd. Aan Mbappé, Kanté, wie dan ook. En hier dacht ik echt aan Neymar. Weer die Isco, die vette Isco. Ja, voor de rest. Ja, het zijn wel prima speech. 2 keer Gnabry, ja. Ik weet niet meer hoeveel dit op gaat leven, maar ik denk dat het wel 2 ton of zo nog erbij gaat komen in totaal. Maar goed, dit was de nieuwe pack video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie het misschien waard vonden. Het waren echt veel betere packs dan de vorige keer. Vorige keer opende ik 125k packs. Nu 800k packs en een mega pakket. Druk even allemaal massaal op duimpje omhoog. En vergeet echt niet te abonneren. We willen echt zo snel mogelijk naar die 70.000 abonnees. Dus vergeet dat niet te doen. Allemaal bedankt voor het kijken. Allemaal bedankt voor het liken. Allemaal bedankt voor het abonneren. Tot de volgende keer, mensen. Ciao, ciao.